welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wordt het echt super positief, want ik ga het hebben over de beste make-up van Essence en Catrice. Tenminste, de beste make-up naar mijn mening van alle producten die ik heb gebruikt van hun. En dat is echt een heleboel. Ik overdrijf niet als ik volgens mij alles in hun hele assortiment minimaal één keer al heb gebruikt. Dat komt omdat ik het gewoon heel vaak koop, maar ook omdat ik de collecties ontvang in PR. Dus dat is altijd nog makkelijker voor mij. Ik hou van Essence en Catrice. Ik hou over het algemeen gewoon van betaalbare make-up. Er is echt gewoon niks beters dan goede betaalbare make-up vinden. En ik heb hier een aantal toppertjes liggen die ik vandaag ga bespreken met jullie en jullie allemaal aanraden. Dus haal je portemonnee erbij, want jullie gaan shoppen vandaag. Dit video-idee is aangevraagd door een van jullie, dus wie het ook was. Ik ben vergeten wie je was, maar dankjewel voor dit video-idee, want ik was op zoek naar video-ideeën. Want ik had echt geen idee meer wat ik moest filmen. Maar goed, laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Als jullie zo'n soort video ook willen zien van andere make-up merken, laat het me dan eventjes weten beneden in de reacties. En ook welke make-up merken jullie willen zien. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil op. En ik heb de lipstick op van Elf. Deze. In de kleur Nectar. Dit is een beetje een oranjeachtige nude lipstick. En daar overheen ben ik gegaan met deze Essence Shine 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 Lip Gloss. En dit is dan ook gelijk het eerste product die ik jullie wil aanraden. Alle Essence Shine 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 Lip Glosses. Glosjes, lipglosses, lipglosjes, whatever. Dit is de clear variant, de doorzichtige. Hij is niet meer doorzichtig omdat ik hem heel te aanbreng op gekleurde lipsticks. Maar hij is gewoon doorzichtig. Dit is de kleur 01 behind the scenes. Maar je hebt echt een heleboel kleuren. En ik hou van deze glosjes. Vooral deze clear versie vind ik echt geweldig. Ze zijn super glossy. Ze voelen ook een beetje zo dikkig aan. Ze gaan niet snel van de lippen af. Ze gaan wel uiteindelijk eraf, want dat is met elk gloss. Maar in ieder geval niet heel snel. Ze plakken niet. Ze voelen echt gewoon echt geweldig aan. Deze gloss was ook echt zwaar overhyped. Maar hij is ook echt gewoon de hype waard. Het is echt een super super fijne gloss. En ik ken echt niemand die deze gloss niet fijn vindt. Er zullen vast wel mensen zijn. Maar over het algemeen vinden de meeste mensen deze gloss heel erg fijn. Inclusief ik. Dus als je nog op zoek bent naar een goede betaalbare lipgloss. Hij is super goedkoop. Echt like 2, 3 euro of zo. Echt helemaal niks. Ik raad hem echt aan. Dan ga ik verder met Catrice. En dit is hun hele True Skin line. Gewoon deze hele True Skin line van hun. Deze True Skin Foundation. Dit is een medium dekkende glanzende foundation. Ik heb hem in de kleur Warm Olive. Deze is geweldig voor vooral iedereen met een normale of een droge huid. Want hij laat zo'n hele mooie glans achter. En hij hydrateert de huid echt. Hij blijft ook gewoon de hele dag goed zitten. Ik vind hem echt geweldig. Vooral voor die lage prijs. De True Skin Concealer the same. Heeft een medium tot volledige dekking. En heeft ook een hele mooie glans. En ook deze hydrateert de huid echt. Dus ook vooral weer voor de mensen die echt een hele droge huid hebben. Hier zo onder de ogen is deze concealer echt geweldig. Ik gebruik de kleur 032 Neutral Biscuit. En deze twee samen is echt een perfecte combo. De kleur is ook echt perfect voor mij. Ook voor alle meiden met een olijf ondertoon. Deze kleur is dus echt een olijf ondertoon. En dat kun je echt bijna niet vinden bij alle betaalbare foundations. Dus dat is ook heel erg uniek. Echt fantastisch. En dan ook nog als laatste de True Skin Poeder. Deze heb ik net nieuw. Deze heb ik als laatste getest. Deze is ook echt super fijn. Ik heb de kleur 010. Het is gewoon echt een goede, fijne poeder. Hij geeft ook een klein beetje dekking. Dus als je deze drie combineert, heb je echt de perfecte basis. Ik vind ze echt geweldig. Als ik één van de drie zou moeten aanraden, zou ik echt gaan voor de foundation. Dit is echt een toppertje. Dit is echt het beste product. Echt fantastisch. Hij is maar 6 euro. Ik snap niet hoe ze voor zo'n laag bedrag zo'n goede foundation kunnen maken. Ik ben er echt heel erg enthousiast over. En ik heb hem echt al heel vaak gebruikt. Volgens mij is hij ook oprecht al bijna op. Deze hele True Skin line van Catrice, amazing. Vooral voor de mensen met een droge huid. Dan heb ik hier ook een aantal mascara's die ik jullie wil aanraden. Deze gebruik ik echt al weet ik veel hoe lang. De Essence Lash Princess mascara. Van alle Essence mascara's vind ik deze de beste. Deze waterproof versie heb ik net nieuw. Die heb ik ontvangen van hun. Deze heb ik vandaag nog gebruikt en ik vind hem ook heel erg fijn. Dus deze twee zijn zo ontzettend fijn. Ik gebruik altijd de groene, maar als jij iemand bent die graag waterproof make-up gebruikt, gebruik dan de lichtblauwe. Die is ook gewoon even goed. Deze geeft lengte en volume. Het borsteltje is heel erg fijn. Hij brengt heel fijn aan. Ook voor de onderste wimpers. Hij doet gewoon alles goed. Ik heb er gewoon echt niks op aan te merken. Dit is echt de beste betaalbare mascara ever. Ik vind hem echt fantastisch. Dan heb ik hier ook nog de Catrice Glam & Doll mascara. Als jij een fan bent van de Benefit Bad Gal Bang mascara, maar niet die hoge prijs wilt betalen steeds, dan is dit de perfecte dupe. Er zijn mensen die deze niet fijn vinden, omdat het borsteltje
borsteltje best wel hard is en best wel puntig. Dus het kan een beetje pijn doen aan je ogen. Maar als je hem gewoon heel voorzichtig aanbrengt, dan is het gewoon prima. Ik heb er niet echt last van. Maar let daar dus wel op. Vooral als je gevoelige ogen hebt, dan raad ik deze niet per se aan. Maar als je dat probleem niet hebt, dan is hij echt fantastisch. Deze geeft echt ook weer volume en lengte. En het borsteltje is zo ontzettend dun. Is ook weer ideaal voor de onderste wimpers. Dus toen ik deze had ontdekt, want ik was echt een fan van de Benefit Bad Girl Bang mascara nog steeds. Maar ik was op zoek naar een dupe. En dit is echt een dupe van die mascara. Ik ben zo'n persoon. Ik ga echt geen 30 euro betalen voor een mascara. En dan als laatste, mijn laatste mascara ontdekking is de Catrice Lift Up mascara. Deze is zo fijn. Ik had hem ook getest in een video. En sinds die video heb ik hem echt al best wel vaak gebruikt. Hij heeft zo'n grote borstel. Deze geeft zoveel volume. Als je houdt van volume, dan is dit echt een geweldig product voor jou. En hij lift de wimpers ook echt. Het is de Lift Up mascara. En dat doet hij ook gewoon echt. Dus deze vind ik echt super fijn. De wimpers blijven ook gewoon heel lang omhoog staan. Echt fantastisch. Ik vind hem echt, echt super, super fijn. Dus deze raad ik ook aan als je echt op zoek bent naar iets wat veel volume geeft. En ook goed de wimpers omhoog krult. Echt amazing. Iets wat ik al een hele, hele lange tijd gebruik. Volgens mij is hij nog te koop. Ik twijfel wel een beetje. Maar ik ga hem jullie toch gewoon laten zien. En dat is de Catrice Sun Glow Bronzer. De tekst en alles is er ook al gewoon helemaal van af aan het gaan. Ik heb hem echt al heel lang en ik heb hem heel vaak gebruikt. Ik heb de kleur 030 Medium Bronze. Deze bronzer heb ik al zo vaak gebruikt. Er zit ook echt al zo'n deuk in. Het is echt een prachtige medium warme matte bronzer. Deze gebruik ik altijd als ik niet heb gebruind. Dus nu heb ik niet gebruind. Dit is gewoon mijn echte huidskleur. En dan is hij echt geweldig. Ik vind hem super, super mooi. 9 van de 10 keer als ik niet heb gebruind, pak ik deze bronzer. Omdat de kleur matcht echt perfect gewoon met mijn huidskleur. Hij is heel erg mooi. Hij blendt heel mooi. Hij brengt goed aan. Blijft de hele dag goed zitten. Het lijkt gewoon alsof je een dure bronzer opdoet als je deze opdoet. Als het goed is, is hij nog te koop. Maar nogmaals, ik weet het dus niet meer zeker. Maar dit is dus de Sun Glow Matte Bronzer. Hij is echt fantastisch. Essence is net uitgekomen met de Lash Like a Boss Nap Wimpers. Ik heb hier de stijl 01 OMG. Deze is super heftig. Volgens mij is dit de heftigste stijl. Ze hebben er iets van 4 of 5 of zo. En dit is de meest heftige. Deze wimpers zijn zo mooi. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Ze zijn wel een beetje vies, want ik heb ze al vaak gebruikt. Als er altijd iets was bij Essence wat ze gewoon niet goed doen, was het altijd nep wimpers. Ze waren altijd vreselijk. Heel plasticachtig, heel nepachtig. Maar toen ik deze wimpers ontving in PR, ik dacht echt, wauw. Ik heb ze nou al 2 of 3 keer gebruikt of zo. En dit zijn echt de meest mooie wimpers ever. Als je ze niet zo heftig wil, er zijn ook nog gewoon een aantal andere stijlen. Maar deze nep wimpers, zo goedkoop, zo ontzettend mooi. Ze zien er helemaal niet zo nep plasticachtig uit, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze zien er gewoon uit alsof ze gewoon echte mink wimpers zijn, wat ze niet zijn, by the way. Maar echt fantastisch. Ik was echt in shock. Ik raad ze jullie allemaal aan. Heel erg mooi. Dan heb ik hier ook nog eyeliners. Deze Essence Liquid Ink eyeliners zijn echt amazing. Ik heb hier gewoon de normale zwarte versie. Ik heb hier de waterproof versie. En dan heb ik hier ook nog net nieuw de bruine versie. Deze bruine kleur is ook echt zo ontzettend mooi. Had ik ook in een video getest. Deze zijn echt allemaal fantastisch. Gewoon alle drie. De waterproof, de normale en de bruine. Dit zijn echt een van mijn beste liquid eyeliners. Ook gewoon vergeleken met de dure die ik heb. Het enige wat minder is, is dat ze best wel snel opgaan. Maar de prijs is echt zo ontzettend laag dat ik dat niet echt een big issue vind. Deze zijn zo ontzettend zwart. Het is echt niet normaal. Ze hebben gewoon zo'n heel fijn dun kwastje, zoals je gewoon gewend bent. En ze zijn zo zwart en ze drogen ook gewoon mat op. Kijk even hoeveel pigment dit heeft. Ik zal ook eventjes de bruine ernaast swatchen. Kijk, gewoon met 1 swatch heb je zoveel pigment. Gewoon letterlijk 1 keer aanbrengen is meer dan genoeg. Echt fantastisch. Deze zijn zo fijn. Mensen, haal ze echt. Je hoeft niet eens meer te investeren in een dure eyeliner. Want deze zijn zo ontzettend goed. Echt, I love them. De bruine is ook echt heel erg mooi. De kleur bruin is ook echt heel mooi. De toon is echt heel mooi. Echt zo'n mooie bruine kastanje kleur. I love it. Ik heb het al verteld in andere video's. Deze raad ik echt iedereen aan. Echt amazing. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren een aantal producten van de Essence en Catrice die ik jullie echt allemaal aanraad. Als jullie nog een aantal top producten
producten weten. Laat het ons eventjes allemaal weten beneden in de reacties. En dan ga ik die misschien ook aanschaffen. Maar dit zijn in ieder geval alle producten die ik echt geweldig vind. Disclaimer, als ik iets goed vind, kan het misschien niet werken voor jou. Iedereen heeft een andere soort huid en zo en andere voorkeuren. Maar ik denk dat 9 van de 10 mensen deze producten allemaal wel fijn gaan vinden. En helemaal voor die lage prijs. Je kunt het gewoon proberen. En ik denk gewoon dat jullie er zeker wel blij mee gaan zijn. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!